Ik ben geboren in de oorlog en de oudste van de vijf dochters in het gezin. We woonden in het laakkwartier in Den Haag. Mijn vader was regisseur bij de Haagse gemeentepolitie, mijn moeder huisvrouw. In die naoorlogse wederopbouwjaren was er thuis geen vetpot. Uit of met vakantie gaan was er dan ook niet bij. Toch was er af en toe wel een hoogtepunt. Als mijn vader geen dienst had, gingen we met z'n allen naar het Scheveningse strand. Als we een enkele keer logies hadden gingen we wel eens met de open tram. Maar meestal gingen we op de fiets. Mijn vader met een kind voorop en een kind achterop, mijn moeder met een kind voorop en een kind achterop en ik op mijn uit drie fietsen samengestelde eigen fiets. En op mijn fiets werd de tas vastgebonden waarin handdoeken, een emmertje met schepje en vormpjes voor iedereen, een vestje, boterhammen, iets te drinken een appeltje en een snoepje. Onze wolle 2 hadden we thuis al aangetrokken. Op het strand zaten we altijd aan het einde van het zwarte pad. Daar was namelijk een politiepost, waar mijn vader altijd wel een collega trof, waar hij lekker mee kon kwekken, en waar wij kinderen een duidelijk herkenbaar punt hadden, zodat we niet zouden verdwalen. Zodra mijn moeder een goede plek had gevonden, het liefst in een kuil, trokken we onze kleren uit en mochten we de zee in, tot aan onze knieën, niet verder. Op het strand liepen allerlei verkopers, maar die gingen aan ons voorbij. Wij hadden immers van alles en nog wat bij ons. Wel kan ik me één keer herinneren dat we een zure bom mochten kopen, en die was lekker, ik hou er nog steeds van. En ook een hoogtepunt was die keer dat we op de boulevard op een ezeltje mochten rijden. Een uur voor we weer naar huis gingen, mochten we niet meer de zee in. We moesten opdrogen en ervoor zorgen dat we zo min mogelijk onder het zand kwamen te zitten. Alle spullen werden weer ingepakt. Natuurlijk met uitzondering van de etenswaren, want die waren allemaal veroorboord. Als onze stranddag op een zondag viel, dan gingen we via een omweg naar huis, want dan werden we getrakteerd op een ijsje bij Florentia in de Torenstraat. Toen we ouder waren, trokken we onze badkleding aan op het strand. We schoven dan twee lege rieten strandstoelen tegen elkaar, zodat we van het Gehannes met de handdoeken af waren. Toen ik ongeveer 16 jaar was, ging ik met vrienden en vriendinnen naar het strand. Ik had toen een zaterdagbaantje bij Sporthuis Centrum en daar kocht ik met reductie mijn eerste bikini. Mijn ouders mochten dat niet weten, want zo'n bikini was maar onzedelijk. Thuis verstopte ik hem daarom tussen mijn kleren. Maar helaas, hij werd ontdekt, en toen was lijden natuurlijk in last.